Rico Strieder. Ik had er eigenlijk woensdag niet heel veel fiducie meer in na 48 minuten. En nu staan jullie hier toch als overwinnaar van deze eerste ronde play-offs. Ja, ik moet eerlijk zeggen, woensdag na de 3-0 had ik ook geen goede gevoel. Maar wij kwamen goed terug tot een 3-3. En uiteindelijk was ook de 3-4 een goed resultaat voor ons, omdat wij thuis echt heel sterk zijn. En wij weten dat wij hier met één doelpunt kunnen winnen. Dat hebben wij vandaag gedaan met 2-1 en nu staan wij in de finale. Jij dacht, als ik dan een goal moet maken dit seizoen, dan toch maar vandaag? Ja, ik moet eerlijk zijn. Ik had wel liever ook vaker gescoord en vroeger, maar ja. Het is natuurlijk mooi dat het in zo'n wedstrijd is en dat het ook nog een belangrijke goal is, is natuurlijk mooi. En ik ben blij dat ik het team kon helpen en dat wij uiteindelijk de wedstrijd winnen en dinsdag weer mogen spelen. Ik denk wel dat jullie gaan met 1-0 rusten, dat eigenlijk op dat moment ook makkelijk 2-3, 4-0 had kunnen zijn. Ja, klopt. Ik denk dat wij in de eerste helft een goede wedstrijd speelden. Komen goed op voorsprong, hadden nog 2-3 kansen om een doelpunt te maken. Maar wij blijven ook rustig en wij niet in het paniek. Maar wij blijven goed voetballen en in de tweede helft maken wij de 2-0. En dan dacht denk ik iedereen, ja dat was het, nu is het klaar. Dan krijgen wij een domme tegendoelpunt. Maar uiteindelijk blijven wij vechten en met het publiek in onze rug konden wij de overwinning over de 95 minuten doortrekken. En dat is natuurlijk mooi. Ja, buiten dat jullie overwinning, buiten dat jullie winnen en nu de finale van de play-offs halen, denk dat jullie ook wel gewoon genoten hebben op het veld, of niet? Natuurlijk. Het was een fantastische sfeer in het stadion. Vanaf het begin echt, het was mooi, een avondwedstrijd. Dat is natuurlijk, ja, daar werk je voor een voetballer voor. En, ja, dat is natuurlijk mooi dat je dan ook nog met 1 en 2-0 op voorsprong staat. En na de 25 minuten is het natuurlijk, ja, dan ben je heel, heel blij dat de wedstrijd voorbij is. En dat jij weet dat jij in ieder geval nog 2 wedstrijden hebt. Nog 2 potjes, dan mag je op vakantie en dan... Eind juni begint de training weer en begin juli Europa in. Dat hopen wij, ja. Daar gaan wij voor. Ik denk, wij moeten nu goed herstellen. Dinsdag is de volgende wedstrijd. En ja, daar gaat het dan om. Het zijn nog 2 wedstrijden. En dan moeten wij minimaal hetzelfde opbrengen zoals vandaag. En dan denk ik dat wij ook goede kansen hebben om die wedstrijden te winnen. Ja, de vorige thuiswedstrijd die zich een beetje kan meten aan de wedstrijd vandaag was Vitesse thuis. Is dat dan iets wat je kan meenemen naar volgende week toe? Ja, natuurlijk. Wij winnen hier van Vitesse met 5-1. Ik denk niet dat het weer zo komt in de play-off. Jij weet nooit, maar Vitesse heeft een goede ploeg. Maar ik denk wij gaan ook met vol vertrouwen die wedstrijd in. En, het worden 2 zware wedstrijden en daar gaan we momenten beslissen. En wij moeten nu goed herstellen, goed analyseren en goed voorbereiden op de wedstrijd. En dan gaan wij volle bak. Maken jullie het weer zo spannend volgende week of ga je het nu eerder beslissen? Ik zou blij zijn als wij de wedstrijd eerder kunnen beslissen, maar dat weet je nooit. Hè.